Dames en heren, vandaag is het laat. Het is 11:30, dus ik moet een beetje stil zijn en kan dus niet veel lawaai maken. Yo, wat ligt daar, joh? Daar heb ik natuurlijk hartstikke schijt aan. Mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag... Ja. Vandaag ga ik mezelf googlen, want ongelooflijk, ja. Ik ben natuurlijk by far... eigenlijk de meest gegoogelde persoon van Nederland, denk ik. En vandaag ga ik laten zien wat mensen allemaal over mij opzoeken en wat de resultaten zijn als je dat opzoekt. Nou, echt super origineel en leuk. Voor de mensen die blijven vragen, Koen, ik moet een nieuwe verhuisvlog, want ik red het niet meer. Ik ga dood. De volgende video wordt een verhuisvlog. Ik had hem eigenlijk al af, maar toen gebeurden er nog wat dingen dat ik eigenlijk nog veel meer dingen kon filmen. Toen dacht ik van ja, daar kan ik wel weer een nieuwe vlog van maken, maar zo ben ik niet, man. Ik ben geen dagelijks vlog, ik probeer gewoon de vlog zo leuk mogelijk, zoveel mogelijk in elkaar in één keer. That's the life, man. That's the life. Ben je nog niet alweer op mijn kanaal, doe het dan zeker hier beneden. Laten we zo snel mogelijk de 600.000 abonnees gaan. En dan, ja, dan komen we toch wel akelig in de buurt van die miljoen. Ja, ben ik wel hier eerlijk in. Komen we akelig in de buurt van die miljoen. Ja. Ik wil trouwens even sorry zeggen voor dit beeld dat jullie hier zien. Want ja, het spijt me echt dat Rob in deze video zit. Ja, voor de rest kan ik daar ook bij gaan doen. Nou, laten we maar beginnen. Als ik eerst gewoon Koen van Hees doe, dan krijg ik Koen van Hees Wikipedia. Ja, mensen. Want ik heb een dikke, vette Wikipedia pagina. Ja, volgens mij even alle bankzitters dat. Kan ik wel even zien, want dan kan ik even naar de bankzitters toe. Koen van Hees Wikipedia. Mat is het Lam Wikipedia. Raoul. Robbie van de Graaf, Wikipedia, Milo ter Regen, maar zij zit helemaal niet meer bij, Marco Matthijs. Dus waarom staat hij? Van het begin zullen ze een verlieden Marco en Matthijs stal als een groep. Maar goed, we zijn hier niet voor de bank zitten, we zijn hier voor, mij. Koen, artiestennaam van Koen van Hees. Ja, dat is mijn echte naam, mensen. Ja, je had het niet verwacht, maar het is echt zo. Het is Nederlands muzikant, YouTuber, ondernemer. Ik ben alles kunnen. Ubermensch. Hij bracht onder andere het nummer Geen Cartier uit. Nou, ja, trouwens, ik zit me nu te bedenken. Oh nee, dat was een... Nee. Geen Cartier. Dat is godsam... Oh, 25 juli. Dat is echt totaal niet nu. Oké. Hey, shout naar Stefan, man. Like als Koen dat je naar het Eurovisie Songfestival moet. Nou... Eén ding is zeker, ik had zeker beter gedaan dan Jean Macroc, of wat ik voor die event heet, Krakot. Binnen een week een miljoen streams hadden op Spotify en piekt op een 13e plaats in single top 100. Is dat zo? Stond ik op nummer 13 in de single top 100? Dit is volgens mij geloof hoor, ik kan me niet voor dat dit waar is. Oh! Huh? Ik heb echt 13e gestaan! Ik heb 13e staan in de single top 100. Bro, boven's kleur van snelle boys, we made it man! 13e staan in de top 100 man, gods... Ik ga nu mijn Insta-bio aanpassen. Naar, ik had bijna een nummer 1 hit. Ik heb 1 review en dat is een 1. Nou goed, ook ontwikkeld hij de game Kaasje. Kaasje heeft geen Wikipedia-pagina. Heel jammer. Die week aan de piekpositie in de App Store inname in de top 3 staat van populairste gratis iPhone games van 2020. Top 2 zelfs, durf ik te zeggen. Populairste apps. Top 3 gratis iPhone games, hè. 1 Among Us. 2... Nou goed, u kent het wel. Jongen, ik vind dit een fantastische video. Ik denk dat ik dit vanaf nu elke week ga uploaden, mensen. Ik vind het echt heel erg leuk. Dat is de CEO van Ik Word Goed in Game Koning. Mensen... Klopt. En van NoExcuseEnergy uiteraard bijna weer verkrijgbaar. Want het was meteen uitverkocht. Want jullie gingen helemaal los. Je kan een pre-order hebben. NoExcuseEnergy.com. Ja, dan weet je dat. Oké, de biografie. De biografie. Koen van Hees groeide op in Haarlem. Hij bezocht in Haarlem het eerste christelijk lyceum. Van Hees behaalde in 2020 zijn bachelor bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Waarom staat hier een bron bij? Waarom weet zij dit? Tweet over behalen bedrijfskunde. Bachelor bedrijfskunde binnen. Hartstikke idee. Wat een zieke bron. Holy shit. Van Hees begon met YouTube in 2012 op 14-jarige leeftijd met een YouTube kanaal genaamd Do Not Press NL. Gericht op het maken van Call of Duty en FIFA video's. Nou, helemaal waar. Klopt, helemaal waar. Ja. Oh, wat heb ik een hooikoorts. Oh, wat heb ik een verschrikkelijke hooikoorts. Dat was leuk. Ik heb competitief geschaakt. Nou, dat valt ook weer mee. Ik heb best veel geschaakt toen ik jong was. Echt veel. Competitief is wel... Ik heb ooit meegedaan aan de Noord-Hollandse kampioenschap. Hè? Ja, laten we even... Nou, dan heb je eigenlijk best wel competitief geschaakt. Dus daar ben ik helemaal gelijk. Laten we nou maar even naar Google gaan. Nou, gaan we zoeken. Koen van Hees. De eerste. Koen van Hees net worth. Volgens mij is er ooit ook een video over gemaakt. Hoeveel heeft Koen verdiend met zijn views op YouTube in de afgelopen 30 dagen? Voor elke YouTuber ligt de RPM net iets... Oké, hoeveel heb ik met de afgelopen 30 dagen met mijn YouTube views verdiend? Nou, dat is niet helemaal anders. Bij Koen ligt deze rond de €2,45. In de afgelopen 30 dagen heeft Koen 9 video's geüpload, kreeg hij er 16.000 subscribers bij en is hij maar liefst 3,7 miljoen keer bekeken. Dus met €2,45 en 3,7 miljoen views verdiende Koen maar liefst 9.005... Kaching, bitches! Hartstikke idee! Dikke vette saaf gemaakt, jongen. Echt, jongen. Fucking hell. En dan kijk je in mijn portemonnee, hè. Wat zien we daar? 20, 40, 70, 80... Precies. Ik heb heb gewoon een enge barkie in mijn portemonnee. Je moet altijd een barkie voor de zekerheid. Voor als er een zwerver is die geld wil, dan heb je hier een barkie. Mensen, als je cash geld op zak hebt en een zwerver vraagt je om geld, geef altijd geld. Dat is gewoon netjes. Waarschijnlijk kopen ze drugs van en dan gaan ze dood omdat jij hun geld geeft. Maar wellicht doen ze er wel wat goeds mee en dan heb je gewoon iemand geholpen. Dat is toch top. Mensen zorgen ook naar Koen van Hees adres, Koen van Hees schaak, Koen van Hees huis, Koen van Hees huis Amsterdam. Oeh, ik wil even weten of je daar iets vindt. Koen koopt huis in Amsterdam. Kaasje, leuk. Leuke achtergrond. 20-jarige succesvol ondernemer Koen van Hees. Nou, dat mag je zeggen inderdaad. Ga binnenkort verhuizen uit het Casa del Huts. Dat maakt het voor een bekend vlogger. Nou ja, je mag het tegenwoordig wel zeggen inderdaad. Gaat om een dubbel bovenhuis in een grachtenpand. Dat betekent dat hij op de derde en vierde verdieping van het huis zit. De verdieping hebben een oppervlak van 80 vierkante meter. Nou, het Koen naar het dorpje Roomvaart gaat de YouTube dichter bij zijn geboortestad Haarlem wonen. Nou, daar zit inderdaad wel wat in. Het is echt niet Koens droomhuis. Hij is niet tevreden met de inrichting, gaat de woning eerst verbouwen. Ik heb eens gehoord, mensen. Alles eruit, heb ik gehoord. Meer artikel Koen heeft, klik je hier. Kingerdurd onthult wat Koen heeft verdiend met Kaasje. Wat is dit nou weer? En dat is veel. YouTuber Kingerdurd, echt aan Paul Gadsden, heeft in de livestream vanavond bekendgemaakt wat Koen minimaal verdiend heeft met zijn app Kaasje. In livestream stelde de kijker de vragen over de app Kaasje. De 44-jarige Paul Gadsden wist daar meer over. Paul legt uit dat hij de informatie niet van Koen heeft gehoord, maar wel van een betrouwbare bron. Hij vertelt het volgende. Koen heeft minimaal 3 ton verdiend met Kaasje. Hij hield gelijk een sneer uit aan de bedenker Koen. Daarover zegt Paul, een of andere flapdol laat een goedkope kut-app maken met grappige YouTube-namen verdient 3 ton. Ja, een of andere flapdrol die loopt zijn wijf aan te naaien op het internet en verdient 2000 euro. Nou, wie heeft het dan beter voor elkaar? Ik weet het wel! Inmiddels heeft de collega Bankzitters Matt hierop gereageerd. Hij legt uit dat Paul het zeker niet begrijpt en lacht de 44-jarige oudejaar hard uit. Hey Matt, jongen, mijn maat, jongen, niffo, let's go. Hey, de tweede is Koen van Hees vrienden. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb ook gewoon een video met haar gemaakt. Hey, zijn we op Kaasgier. Kaasgier, bedankt voor het maken van deze video. Vriendin vrijdag 1. Dit is de bloedmooie vriendin van Koen heeft. Nou, dat mag je inderdaad zeggen. Wat heb ik een bloedmooie vriendin. Ondanks het uiterlijk doet Koen dit goed. Wat is dit nou voor fucking onzin? Dat de Bankzitters niet alleen succesvol op YouTube bewijst hij hier weer. Koen heeft namelijk de hete Jamie Holman aangeslagen. Koen heeft zijn vriendin ontmoet via Tinder. Ja jongens, het is ongelooflijk hè. Tinder, Tinder, Tinder. Naast de beauty heeft ze ook de brains. Nou ja, laten we het niet overdrijven. Eindje. 21-jarige James zit creative business en HVA samen met meester Brein Koen. Komen er gegarandeerd goede ideeën uit. Nou, inderdaad ja. Nou goed, vriendin ook gezien. Leeftijd. Ja, hoef ik op zich niet op te googlen. Ik ben namelijk 22. En mensen, als je dit kijken, het is geen grap. 15 juni ben ik jarig, dus ik wil verjaardags dingetjes zien. Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Wat nou als ik gewoon Koen van Hees google? Wiki Kids! Zo, wel een flinke lap tekst. Koen van Hees. Koen van Hees is een YouTuber en zanger. Hij reageert veel op Gek op Jou met een W en maakt muziek. Hij zit ook in de Bankzitters. Dat was het? Ja, oké. Viel toch wel mee, moet ik zeggen. Oké. Dit serie ga ik BNR appelstof. Namaak in Lego en wilt staan mozaïek. Hoop vind je dit leuk. Nou, ik ben heel benieuwd. Hij gaat mij namaken. Waarom nou oranje? Ik zie alweer oranje en ik ben er alweer klaar mee. Ik moet zeggen, ik zie oranje en ik ben er nu al klaar mee. Ah, goed, we gaan wel kijken, maar wat een gezeik, man. Ik ben geen koude ginger. Ik moet zeggen, ik zie mezelf er nog niet echt in, maar dat kan nog komen. Huh? Hij maakt mij net nu, haalt hij me weg. Oh, hij maakt er met heel veel. Oh, wat ziek. Ja, hier zie ik wel wat in, hoor. Ja, ja. En lekker nummertje op de achtergrond, trouwens. Bam, bam, bam. Oh, joh. Hé, hoor je het fluitje? Lekker hoor. Oh! Wat ziek! Dit ben ik gewoon. En dit is die foto dat ik met mijn Bankzitters logo en met mijn Bankzitters trui. Hé, mijn camera is uitgevallen. Wat de fuck, man. Mensen, ik wil bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Trouwens, even een leuke mop nog. Ik doe niet zo vaak moppen meer. Want ja, op een gegeven moment, ik was gewoon op. Ik was mop. Er staan 50 mensen onder één paraplu. Hoe kan het dat ze niet nat worden? Het regent niet. Doei. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.